Hey Judith van hondentaak.nl hier. Heb jij wel eens jezelf afgevraagd of het een goed idee is om je hond nou in bepaalde situaties wel of niet te steunen? Ik krijg die vraag vaak, dus ik dacht ik maak er eens een podcast over. Omdat mensen vaak te horen krijgen dat ze hun hond niet moeten steunen, omdat dat angst kan verergeren en omdat dat misschien dan ook het gedrag bevestigt. Je moet je voorstellen dat blaffen en uitvallen, als dat bij jouw hond komt omdat hij zich onzeker of angstig voelt, is dus eigenlijk niet meer dan een uiting van emotie. Dan zou je heel simpelweg kunnen zeggen op het moment dat je die emotie oplost, dus je maakt je hond minder onzeker of minder angstig, dan wordt dat gedrag ook beter. Uiteraard moet je dan ook met het gedrag aan de slag, maar die emotie veranderen is wel iets wat hoort bij het verbeteren van dit gedrag. Dus op het moment dat jouw hond iets eng vindt of spannend, en je zou zeggen zoek het maar uit, om het even heel cru te zeggen, dan zeg je ook eigenlijk los het zelf maar op. En de tactiek van jouw hond is op dit moment om dan in de aanval te gaan. Dus op het moment dat je zegt, los jij het elke keer maar op jouw manier op, ga je er eigenlijk voor zorgen dat je hond dat doet. Leert dat dat dus de manier is om het op te lossen. Want hij gaat niet in één keer een andere manier verzinnen zelf. Dus hij zal zijn tactiek oefenen, hij zal er steeds een beetje beter in worden. Hij zou eigenlijk zelf dat gedrag op deze manier in stand houden. Dus op het moment dat jij gaat zeggen, ik steun jou, en honden kunnen daar echt om vragen. Dus ze kijken je bijvoorbeeld aan om, nou ja, eigenlijk een soort van help. Maar op het moment dat jouw hond al een heel goed ontwikkelde tactiek heeft om heel fanatiek uit te vallen, zal hij niet meer om hulp vragen, want hij heeft dus geleerd dat hij dat zelf heel goed kan oplossen. Maar je gaat je hond dan helpen. Dus je gaat eigenlijk zeggen, ik los de situatie voor jou op. Jij hoeft dat niet te doen. Ik geef sturing over hoe we dat doen. Of namelijk hoe ik dat doe. En jij moet je er eigenlijk niet mee bemoeien. En op het moment dat je dat lange tijd oefent, krijgt je hond er vertrouwen in. En gaat hij op een gegeven moment, samen in combinatie met training natuurlijk, ander gedrag leren. En ook leren dat hij zelf die situatie niet meer hoeft op te lossen. En dat dat eigenlijk best wel lekker is. Wil je hier nou hulp bij? Kijk dan even bij de omschrijving van de video en help ik je graag verder. Of mail even naar info@hondentaak.nl. Doei!